De heer Bontebal. De heer Stoffer. Ja, voorzitter, maar de volgorde maakt me niet zoveel uit, maar dank. We hebben de stukken gezien, we hebben ze snel gescand. Wat ons betreft is het voldoende. Er blijkt ook heel helder uit dat die noodwetgeving gewoon een doodlopende weg is. En dat je echt spoedwetgeving zou moeten toepassen. Voor ons is het helder, het moet heel snel. Dat kan volgens mij net zo goed via spoedwetgeving, is veel zekerder. Maar wat de stukken betreft, wij hebben genoeg. Wat ons betreft kun je dat debat gewoon aanvangen. De heer Bontebal. Voorzitter, zoals collega Stoffer zegt, de minister-president zou de angel volledig uit het debat kunnen halen. Door gewoon te zeggen, ik ga met spoedwetgeving aan de slag. Gaat veel sneller en voorkomt denk ik een kabinetscrisis. Waarom het toch denk ik belangrijk is dat we die stukken wel krijgen, is omdat minister Faber gewoon heeft gezegd dat ze haar beste juristen hiernaar heeft laten kijken. En dat heeft ze heel duidelijk gezegd. En als je dat zegt, moet je het ook bewijzen. Dus ik vind dat wij die stukken van die juristen dan moeten hebben. Want alle stukken uit het ministerie van mevrouw Uitenmark, die zijn gewoon netjes, die liggen hier, die zijn glashelder, hulde voor die ambtenaren die gewoon de waarheid opschrijven. Maar uit het ministerie van Asiel en Migratie lees ik geen enkel stuk, allemaal zwart gelakt. En ik vind dat dat ook open en bloot hier gewoon op tafel moet komen te liggen. Vooral als je zegt dat je je beste juristen hier hebt naar laten kijken. Dus ik wil die teksten zien van die beste juristen. De heer Dijk. Tjongejonge, werkelijk waar niet te geloven dit. Dank u wel. Hey, voorzitter. Voorzitter, ik begin wel zo, want het lijkt om te lachen. Maar ik heb de afgelopen uur heb ik in mijn mailbox allemaal mailtjes gezien van mensen die zeggen, kunnen jullie het alsjeblieft over de inhoud hebben? En aan de andere kant krijg ik in mijn appberichten toeslagenouders die hele herkenbare documenten zien. Helemaal zwart gelakt. Het staat buiten kijf dat al die informatie die mijn collega's net om vroegen van andere partijen, dat die moet komen. Maar ik heb eigenlijk ook een vraag aan deze premier. Wat had u gedacht? Wat had u gedacht? Dat bij een toeslagenschandaal, als informatie achterbleef, dat wij dan onze mond hadden gehouden? Dat u hier even zo mee weg kon komen? Tjongejonge, werkelijk waar niet te geloven dit. Ja. Dat was uw reactie net. Op dat er meer informatie moest komen. U stond na 5 minuten klem. U zit hier muurvast. Al die informatie moet bovenkomen. En voorzitter, wij laten niet los op dit soort punten. Het is ook glashelder nu al uit die informatie van Binnenlandse Zaken, het belangrijkste ministerie die hierover gaat, dat het een politieke wens is om hier een crisis van te maken en dat noodwetgeving sneller en beter was geweest. Maar de vraag blijft echt, en ik wil een antwoord hebben van deze minister-president. Wat had u gedacht? Ja. Dat wij nou al die schandalen zouden loslaten? Ja. Oké, de heer Dassen. Ja, dat komt straks nog. Ik luister eerst even naar wat er in de Kamer komt en dan gaan we ook over die stukken praten. De heer Dassen. Ja, voorzitter, de stukken die we gekregen hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn glashelder. Er is geen spel tussen te krijgen. Ja. Onmogelijk, onwenselijk, ondemocratisch. Dus als de minister van Asiel en Migratie zegt dat haar beste juristen er ook naar gekeken hebben, maar dat is helemaal zwart gelakt, dan is dat toch wel iets wat heel bijzonder is en waarvan we toch als Kamer zouden moeten zeggen van ja, die stukken willen we dan ook hebben. Niet helemaal zoals we hem nu gekregen hebben, naar een pagina zwart gelakt. Want anders is er maar één verhaal en dat is het verhaal wat we hier van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben, dat dit absoluut niet kan. De heer Van Baarle.